It ain't nothing but a stupid stereotype. Samen met DJ Defect, die net een DJ-set neergezet heeft. Hey, alles goed, Matt? Alles, ja. Het is redelijk goed, ja. Ik ben blij dat ik nog eens mag draaien, dus... Hoe was je set? Ik vond het lekker duister en hard, man. Ja, het is wel industrieel. Dat is mijn stijl zo'n beetje. Ja, op 150 begonnen tot 180. Dat is hetgeen wat ik meestal doe. Ja, dat vind ik dus. Ja. We gaan even een paar vraagjes stellen. Hoe overleef jij de coronasituatie? En wat is je motivatie tot doorzetting? Ja, overleven. Ja. Het heeft een beetje te lang geduurd allemaal nu. Hè. Dus het is echt wel overleven. Er is geen weinig positieve prikkels. Maar we moeten door en ja, meer tijd voor in de studio te zitten nu wel. Hè. Dus, dat klopt. Dus als dat een positief puntje mag zijn, ja, meer tijd voor in de studio. Maar meer positief zie ik er verder niet in eigenlijk. Dat snap ik. Wat zijn je toekomstplannen op het gebied van muziek? Ja, ik denk eigenlijk nooit zo heel ver in de toekomst. Ik doe gewoon wat ik doe en soms heb ik ook totaal geen goesting. Dus... Leeft into the moment, zeg maar. Ja, ik ben ook niet zo'n studio freak of zo. Dat is bij mij meestal een paar dagen dat ik dan fulltime ermee bezig ben en dan weer twee maanden niks of zo. Dus... En soms komen er dan een hoop platen uit in één keer en soms duurt dat werk eens een half jaar of een jaar. Dus, Oké, top. Wat was je biggest high en wat is je tot nu toe bijgebleven? Wat je zegt van wow, dat was het of zo? Biggest high van drugs of. Niet van drugs, op het gebied van muziek natuurlijk. Ja, ik snap hem wel. van mijn carrière. Ik heb twee keer op Harmony gestaan, ook in de talent area een paar jaar geleden. Dus dat is wel hoogstander. En dan eigenlijk de Hardcore Maniacs feesten vond ik ook altijd wel heel leuk. Dat vind ik ook super denk. Ik ben er sowieso een paar vergeten. Dat is een Music in Brugge, heb ik ook eens gestaan. Dus een line-up van Outside Asia is dus ook wel een heel... Redelijk wat gedaan dan, hè? Jawel. Ik ben best wel. Het is nu allemaal weer even lang geleden, voor iedereen natuurlijk, maar... Ja, per tijd dat terugkomt. Hè. Ja, tuurlijk. En hoe ben je eigenlijk in aanraking gekomen met hardcore? Je bent ook zo meer zo'n beetje techno-minded? Nee, ik ben eigenlijk echt wel, want vroeger was ik ook echt Thunderdome-minded, maar daar had ik nog veel te jong om uit te gaan, dus met mijn Thunderdome-cd'tjes thuis onthakken en mixtapejes maken en dit en dat. Maar dan vanaf dat ik eigenlijk uit mocht beginnen gaan, dat was er geen feest, dat was hardcore en diep. Dus dan stil nadat dat terug wat opkwam, in 2006 mijn eerste feest gedaan in Nederland en sindsdien niet meer gestopt eigenlijk, tot fucking corona komt natuurlijk. Maar... Oké, top, dat was het. Ik ga je nog een cd'tje meegeven waar je Defect zijn nieuwe track kan vinden. Disconnection. Volg ons op Instagram, Facebook en keep it hardcore. Yo.